Welkom bij de zevende aflevering van de Worldwide Podcast. Wij zijn vandaag in misschien wel een van de mooiste appartementen van Amsterdam. Complimentje alvast. Om niemand minder te interviewen dan Sander Groet. Sander, kun jij je zo voorstellen aan de mensen die jou nog niet kennen? Nou, mijn naam is Sander Groet. Ik ben um, creatief ondernemer eigenlijk sinds ik ja, op school zat nog. Ik heb ooit Mysteryland uh, bedacht en opgericht. Het was toen het eerste dansfestival van Nederland. En ja, eigenlijk altijd in de entertainmentbranche blijven hangen. Ik ben nu onder andere mede-eigenaar van de Adamtoren. Het grote ding tegenover het Centraal Station... met het observatiepunt en de schommel. Maar ook heel veel horeca, restaurants, een club onder de grond. Dus dat, uh, dat is een beetje in een notendopje wat ik, uh, wie ik ben en gedaan heb. En waar is jouw passie ontstaan om überhaupt te ondernemen? Als we teruggaan naar de Sander uh, van misschien toen u al twaalf jaar oud was... Was je introvert of extrovert? Nou, als ik erop terugkijk, heb ik altijd wel een. Ik heb eigenlijk twee passies gehad. En de een is echt mensen vermaken. Als ik een kinderfeestje had, was ik er al maanden mee bezig. En als ik bezig had, die moet naar die zitten. En zo moeten doen. En echt proberen het in de puntjes te regelen. En mijn tweede passie was altijd wel hoogbouw. Ik had altijd wel een affiniteit met wolkenkrabbers. Ik woonde vroeger in Edam. Dat is uh, aan, de, aan, de, aan de rand. En ik kon vanuit mijn zolderkamertje toen kon ik precies de Shell-toren zien in Amsterdam. En dat was, die, die stak er al met zijn kroontje bovenuit. Toen zei ik altijd tegen mijn vrienden: van kijk, daar ligt Amsterdam. En die hadden echt zoiets van: ja, uh, waar is de Lego? Um, maar ik, ik, had altijd al, ik had daar altijd al wat mee. En dus het is natuurlijk wel heel bijzonder dat ik nu eigenaar ben van die toren, waar ik vroeger heel in de verte op uitkeek. En wanneer is het een beetje gekomen uh, dat je ging ondernemen of, of dacht van. Ik wil iets starten of ik wil iets doen na school. Ja, het is een beetje gegroeid. Ik, ik was vrijwilliger in, uh, in het jongerencentrum in Edam. En daar deden wij altijd de houseavonden. Oh. En toen ik daarmee uh, uh, in aanraking kwam, eind jaren tachtig... toen was ik meteen verkocht. Het grappige is, mijn allereerste feest wat ik bezocht uh, was hier. Aan de overkant, Het was op het Java Eiland. Het yeah. was toen nog een, helemaal een braakliggend terrein... met allemaal oude loodsen, krakers, Hell's Angels. Echt wel een beetje een... Een achterbuurt en daar werden illegale feesten gegeven. En dat was de eerste keer dat ik ermee aan, in aanraking kwam en ik was, vond het zo fantastisch. Al die mensen, allemaal vrolijk. Ja, en natuurlijk de, de drugs, de, de openheid. Um, en toen was ik meteen om. En, en toen heb ik heel lang al uh, lopen nadenken. van ja, ik zou ook wel een keer wat willen organiseren. En omdat ik al wel een beetje ervaring had met, 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 als vrijwilliger in het Jongerencentrum. waar ik ook de houseavonden organiseerde, soms wel tot 400, 500 bezoekers begonnen te kriebelen. En hoe oud was je toen? Die tijd, dat je je eerste feest... Mijn eerste feest was... toen was ik 23. En toen... Uh, dat was meteen Mysteryland. Dat is eigenlijk een beetje... ja... het lijkt... Uh, alsof dat allemaal bedacht is... maar dat het een beetje... uit de hand gelopen festival. Want, want de ene dag werden twee dagen... toen werden er drie dagen... toen werd het één tent... twee tenten... op een gegeven moment hadden we vijf tenten. En ik had heel weinig ervaring... dus je kan je voorstellen... dat het best wel... een, uh, een hele grote organisatie was. Alleen we hebben dat wel houtje touwtje nog redelijk aan elkaar kunnen knopen en uh, niet, niet niks verdiend, maar ook niet heel veel geld verloren. En maar ik bedoelde eigenlijk je eerste feest hier aan de. Oh, ik jaar. denk dat dat uh, f, ja, wat zal ik geweest zijn? 18 denk ik. 18. Ja, 18 jaar en toen uh, daarvoor ging ik eigenlijk altijd alleen maar naar naar discotheek, de movies in Volendam. Dat was ja. toen de enige wat er was en. Um, en toen jij ook dit had ontdekt, toen, toen, toen ging, ik, ging ik daar alleen maar omheen. En er was altijd wel ergens iets in het land. Dan was het weer in Assen, dan ging ik naar Groningen, dan ging ik naar Rotterdam. Dan... Altijd op zoek naar, uh, naar die feesten. En ja. hoe maak je de switch van uh, een jonge levensgenieter van 18, die naar alle feesten gaat, en ik denk ook wel een uh, kater heb de dag erna, naar toch wel een, een behoorlijk serieuze ondernemer die uh, Mysteryland... Uh, ja, je groeit in dat soort dingen. Kijk, een, een, een ondernemer die succes heeft, dat is nooit in één keer gekomen. Dat is een proces geweest. Er zijn mensen, ja, weet je, je pas dingen aan, je groeit, je, je ontwikkelt jezelf als mens. Je wordt steeds, uh, ja, je maakt fouten, en daar leer je weer van. Dus dat is een proces. En um, ik heb eigenlijk wel al heel op hele jonge leeftijd een, uh, een behoorlijke levensles gehad, want ik mijn tweede mysteryland had ik een enorm verlies. Ja. Yeah. En daar heb ik uh, bijna vier jaar over gedaan om daar uit de schulden te komen. Dus mijn levensles uh, was al meteen uh, vrij pittig. Mijn ondernemersles. En, uh, maar ik heb er altijd in geloofd. En ik heb ook altijd wel lef gehad om door te zetten en niet, uh, niet te stoppen. Omdat ik het ook naast dat ik de potentie zag ook echt heel leuk vond. Weet je, het mensen vermaken, het iets creëren waar andere mensen plezier aan beleven. Dat is echt wel mijn, mijn missie in, in het leven. En uh, ja, dan is er niks moois dan festivals. En waar is de naam vandaan gekomen? Is het altijd Mysteryland geweest? Nee, het, wij zouden het eigenlijk op een eilandje doen, het eiland van Maurik, dat ligt in de buurt van Tiel. Yeah. Daar was een soort soort, soort, soort ja, festivalterreintje. Alleen uiteindelijk hadden we helemaal niet de juiste vergunningen. En die eigenaar die van dat terreintje was, die had die ook niet. Dat dachten wij wel. En toen hadden we wel al het drukwerk en de DJs geboekt, alles hadden we klaar liggen. Alleen het festival kon niet doorgaan daar. En toen. Kwam ik uiteindelijk in Lelystad terecht. En uh, daar konden wij, uh, konden wij uh, het, het, het festival houden. En toen is het Mystery Island, werd Mystery Land. Oh ja. En het grappige is, ja, we hebben natuurlijk ook nog een zusje, dat heet uh, Tomorrowland. En dat is in 2005 begonnen. Eigenlijk precies hetzelfde als Mystery Land qua lettertype, ook hetzelfde qua, qua tekst. Yesterday's history, today's gift, tomorrow is a mystery. Alleen Tomorrowland, ja, alleen Tomorrowland is nu in de wereld, denk ik wel het bekendste festival wat er bestaat en waar. Ook het meest populaire. Dus dat is altijd wel mooi om te vertellen. En dat is ook ontstaan vanuit jullie? Vanuit ons met een Belgische organisatie, 5050. /50. Ja, maar wel met heel veel kennis en expertise vanuit Nederland. Er zijn ook nog steeds wel stages die door een Nederlandse partijen gehoosd worden. Bijvoorbeeld ons zusterbedrijf uh, uh, QRens heeft nog steeds een stage op Tomorrowland. En uh, ja, dat is wel, uh, wel, wel een, uh, een, denk ik, het, het bekendste merk wat België heeft inmiddels. En dan ja. Even een vraag tussendoor. Wat is jouw favoriete muziek? Want Q-dance, ik vind dat echt zelf geweldig. Nou, ik niet. Ah. Uh, nee, ja, ik, 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 ik ben daar wel redelijk overheen gegroeid. Ik heb dat denk ik ook nooit die hard, harde... De hardcore waren wij heel groot in, maar dat was nooit mijn eigen passie. Ik zat in die tijd veel meer in de trance, househoek. Yeah. En melodieuzer, uh, wat minder uh, repeterend, misschien wat voor, minder voorspelbaar. Ja, ik ben wel een chameleon. Dus je kan me, ik kan me eigenlijk overal wel vermaken. Ook op een Q-dancefeest. Alleen, mijn passie ligt wel bij, bij house, melodieus, meer, ja, wat diepe deep house, die hoek. En kun ja. je ons meenemen in, ja, ik ben zelf echt benieuwd, bijvoorbeeld de eerste week Mysteryland? Je ja. had het idee, wat zijn de eerste stappen? Want ja, het, 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 ik, <coughs> ik, ik kan het me niet voorstellen. Nou ja, het is, het, is, het is ook wel heel bijzonder. Als je, de, als je de, het draaiboek van de eerste Mysteryland ziet, dat zijn twee A4'tjes, echt? dat is gewoon heel bizar. Security was letterlijk, dubbele punt, ja hebben we. Dus dat zo, 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 zo makkelijk ging dat toen in die tijd. Ja, je, je, hebt natuurlijk, je moet van alles, alles doen. Kijk, je hebt twee, eigenlijk twee sporen. Je hebt het productiespoor, dus je, je moet het festival gaan produceren. Dat betekent inhuur van tenten, hekken, aggregaten, barren... personeel, allemaal om, om het überhaupt. Te en je hebt het promotiespoor, je moet zorgen dat de mensen er komen. En dan moet je ook natuurlijk nog de DJ's boeken. Het promotiespoor ja, ging in die tijd allemaal met flyers en posters... en mond-op-mond -mond reclame. Dus je, moest, je stond echt te flyeren. Ik ging altijd s'nachts uh, naar de naar uitgaansgebieden... en flyers onder te wissen stoppen. En, um, dat was eigenlijk een manier om, om, om in contact te staan met je, met je, met je, met je gasten. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk een stukje makkelijker allemaal met, ja. uh, met online... maar dat was er was in het begin nog niet. Ja, als we kijken, er was helemaal nog geen social media. De nee. eerste editie was in 1970. 1993 zelfs. Ja. So. Nee, internet kwam pas eind jaar. jaren 90 opzetten. Ja. En toen was er natuurlijk nog geen Facebook. Of, of, of dat was er allemaal nog niet. Dat kwam allemaal pas ja, in 2003 volgens mij kwam dat een beetje werd dat een beetje groot. Ja. Ja. Ja, ik heb een interview of een video van jou gezien uh, van 1997, dat je dan op dat land staat en van alles vertelt. Ja. Superleuk om te zien. Ja. En dan denk je ook echt van, hoe ja, kan zo'n jonge jongen en dan zoiets groots al met een prachtige visie? Nou, dat is ook, was ook wel bijzonder, want ik besef dat, besefte dat toen niet. Maar ik was natuurlijk super jong, zag er ook nog hartstikke jong uit. Ik heb wel een keer gehad dat ik een... Um, de derde Mysteryland, geloof ik, kwam ik het gemeentehuis binnen. En ik was net iets te laat. En er zou een, een vergadering zijn over, uh, over het festival met alle betrokkenen. Dus mensen van de politie, brandweer, GGD. Mensen van de gemeente. En er, zaten, er was een, een, een hele zaal vol met dertig mensen. En ik doe de deur open. En de, de voorzitter vraagt mij: uh, uh, Jongetje, wat kom jij doen? Yeah. En ik zeg: uh, uh, Ik moet bij deze vergadering zijn, want ik ben de organisator. En ik zie al die dertig koppen. Zie ik, zie ik zo naar mij: van... Wat, wat is dit? Weet je? Hoe kan dat? Hoe kan iemand die zo jong is nog uh, al, al zoiets groots organiseren? Dus dat is, dat is best wel bijzonder. En ik besefte dat eigenlijk nooit van. Maar ja, je was nog piepjong en je had toch een hoop verantwoordelijkheid en ook wel een flinke risico namen we natuurlijk. Ja, als we kijken naar het tweede jaar waar je zei dat je je grootste ondernemersles geleerd hebt. Ja, ja hoe, hoe ging dat? Waarom lukte het toen niet? Te weinig mensen? Of... Ja, nou ook. Daar begint het altijd mee. Als je voldoende kaartjes verkoopt, dan komt het uiteindelijk, kom je buiten kosten. We zaten in Rotterdam. Uh, we zaten op de Maasvlakte. De nou, Maasvlakte is niet stad Rotterdam, maar dat ligt 50 kilometer buiten Rotterdam, helemaal bij de Noordzeekust. Op een terrein wat, wat, wat een soort soort hellinggras, zand. Dus al onze vrachtwagens zakten weg. We moesten voor heel veel geld rijplaten. Eigenlijk was het op een plek waar je helemaal geen festival kan geven. Wij deden het toch. Nou ja, tel daarmee op dat we te weinig kaarten verkochten en, daar, uh, en, en een te duur feest. Dus dat was, uh, was aan twee kanten, uh, ja, ging het mis. En hoe kwam je de jaren daarna uh, er toch weer uit? Want ik kan me voorstellen, als je superveel verlies of schulden hebt... Ja. dat je ook als jonge jongen, en ik denk ook als je 50 bent... dat het dan ook wel in je hoofd gaat spelen. Van, uh, kom ik hier ooit nog wel onder vandaan? Ja, ik heb nooit heel erg de, het gevoel van, oh shit. Ik, tuurlijk, ik begin wel, ik, bedoel, dan staat het, ik heb ook wel gehuild daar. Van, wow, dit is, dit is zo'n... wat er nu op me afkomt. Alleen, ik heb altijd wel meteen weer die power en die drive gehad, oh, volgend jaar ga ik het zo doen, en als ik het zo doe, dan, dan lukt het wel, weet je. Dus ik, ik, ik was wel eigenlijk al meteen alweer bezig met oké, okay, het gaat, uh, dit, deze editie is misgegaan. Ja, en met die schulden, uh, ik ben altijd gewoon wel eerlijk geweest, en ook naar de mensen die onze, onze leveranciers... Van luister, we hebben te weinig kaarten verkocht. Uh, het feest is te duur. Dus ik kan nu niet de rekening betalen. Dus ik hoop dat we op, wat op afbetaling kunnen doen of een betalingsregeling kunnen treffen. En heel veel partijen gingen daar altijd in mee akkoord. Dus ik ben ook nog nooit failliet gegaan. Oh. Dus dat is wel mooi. Ik had wel op een gegeven moment ja, oh. ik ben jaren over gedaan om al uit die, uit die, uit die, uit die, uit die rekeningen te voldoen, maar ik ben nooit failliet gegaan. Oh. En uh, dat is, uh, ja, was ook wel een mooie les. En ik merkte ook wel dat, 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 dat die partijen dat ook allemaal wel fijn vonden. Weet je, als je, je hebt ook mensen die gaan verstoppertje spelen, die nemen de telefoon niet meer op, of die gaan verhuizen. Of die, uh, ja. Ik heb gewoon altijd, ben gewoon altijd eerlijk geweest. En uh, ja, zei die man van het hotel, hadden we maar een aanbetaling moeten vragen, hebben we ook niet gedaan. Weet je. Dus er dus waren ook wel, wel mensen die, 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 die hadden zoiets van nou, het, het is wel oké. Okay. Gelukkig ja. maar, anders had je nu niet het, uh, een van de mooiste feesten in de nou, wereld. Nou, ik denk nog steeds wel dat ik door was gegaan hoor. Alleen dan was het een wat langere weg geweest, weet je wel. Ja, en ook na, na failliet gaan is er ook wel weer een wereld. Alleen het is niet leuk, weet je. Het is niet, nee. het is niet een, iets waar je trots op bent. En het, het kan ook wel een lange nasleep hebben. En als we kijken naar het team, uh, misschien wel de allereerste editie. Hoeveel mensen werkten aan Mystery Mysteryland? Weet ik niet, dat weet ik allemaal niet meer. Nee, dat zijn, zo, dat zijn wel heel veel uh, mensen die, die werken op zo'n dag. Weet je wel, honderden. Ah, ik bedoel meer aan het begin. Aan het begin, we waren echt met z'n drie, vier mensen. Echt? Ja. ja, echt een heel klein team. En ja. hoeveel mensen mochten er toen komen? Want nu zijn het er eindelijk. Nou, we mochten, hadden volgens mij vergunning voor 15.000. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel mensen er uiteindelijk zijn geweest. Want we hadden ook een grote schoenendoos waar de deurverkoop in, in kwam. En daar, die schoenendoos werd ook, werden ook weer mensen betaald. Dus het was niet, nog niet een hele professionele organisatie. Ja. Maar ja, het is nu gewoon een, een, een festival van twee dagen met, met 60.000 bezoekers... Waarvan er volgens mij nu 15.000 of 20.000 mensen kamperen. Dus echt een groot, uh, groot, uh, groot ding. Ja. En had je op het begin uh, van Mysteryland ook al een beetje voor je hoe je het, wilde, het eruit wilde laten zien? Want nu is het bijvoorbeeld, die stages zijn echt. Ja, dat is gewoon een sprong. Nou, kijk, zes. dat is ook weer gegroeid. Ik bedoel, vroeger was een stage een, met een camouflage-net ja. en, uh, en een vlag ervoor. En dat is ook in de jaren is dat steeds, steeds groter en groter en groter geworden. Wij hebben daar wel heel actief mee bijgedragen toen we Tiesto in concert deden. Dat deden we volgens mij in 2004 in het Gelderdoom. Toen hebben we echt voor het eerst één DJ de hele avond op een podium gezet. Een beetje echt een podium à la Madonna. Waar we de DJ dus heel belangrijk hebben gemaakt. En steeds groter. Dus wij hebben daar wel behoorlijk actieve bijdrage in geleverd. Dat we, dat we die steeds meer uh, gingen bouwen aan een. Uh, ja, om die DJ als een soort popster te positioneren. Toen ik begon met feesten te geven en ook toen ik naar mijn feesten ging, was de DJ niet heel erg belangrijk. Die stond ergens in een hoekje. Ja. Het ging om de mensen en de sfeer. En, uh, en die DJ werd steeds meer een focuspunt. En dat vond ik op zich wel jammer, want nu staat iedereen naar de DJ te kijken. Vroeger stond je met je rug te dansen en iedereen was meer met, met elkaar bezig. In ja. plaats van dat je met z'n allen naar de DJ staat. Maar ja, dat, 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 dat is zo. Ja. En hoe kijk je dan, want ik denk ook uh, vroeger, nou, niet zo heel lang geleden, maar uh, stond ook niet iedereen de hele tijd met hun telefoon. Uh, inderdaad, de DJ te filmen. Van uh, ik ben nu bij Martin Gerricks bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat was toen dus ook een stuk leuker. Lijkt mij qua sfeer wel. Ook ja, het is überhaupt het feit dat je niet op je telefoon, op, op de, geen telefoon is, waarbij je toch de hele tijd ja je online leven gaat ook gewoon door zit terwijl je ja, aan het feesten bent. wij hebben nu een shelter zelfs een telefoonverbod. oh okay. ja, dus dan mag je niet meer op je telefoon. het wordt niet helemaal nageleefd maar er hangen wel duidelijke richtlijnen. het is ook soms wel voor mensen een, een eigen uh, ideetje weet je want ik, ik betrap mezelf er ook op toch weer even, 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 maar dan denk ik, ja, weet je, ik, moet, ik moet meer in het nu en in het, in het moment zijn en wat er om me heen gebeurt, in plaats van dat ik weer naar een digitale wereld word getrokken. Ja. Dus het is ook wel een soort, soort, soort geheugensteuntje van, hey, let op, je bent uh, um, te veel online en ja, je moet meer van het moment genieten. Ben ik het ook helemaal mee. Eens. Ik denk ook dat onze wereld in de toekomst ook veel minder leuk gaat worden. Ik bedoel, die, 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 ik denk dat wij straks voor een heel groot deel in de virtuele wereld uh, onze dag doorbrengen. Waarom? Omdat die virtuele wereld helemaal op jou is afgestemd. Ja. Veel leuker misschien dan, dan, dan deze wereld. Terwijl, de, ja, terwijl ik dan denk van ja, ik weet niet of de wereld of, of het er dan echt leuker op wordt. Ik denk ja. zelf ook echt van niet. Want als je dit soort gesprekken bijvoorbeeld... We hadden in de coronatijd veel Zoom Zoomgesprekken. Jij waarschijnlijk net zo. En dan denk ik toch, ja het is wel leuk. En Je ziet elkaar wel even. Maar er je bent er geen met reet aan. Meer. Ik werd er doodmoe van. Ik uh, had, er, had, er, had er ook niks mee. Maar corona was voor mij sowieso een, natuurlijk een vreselijke periode, omdat ik alles wat ik doe is in de offline wereld. En de enige wereld die nog bestond, was de online wereld. Ja. Dus uh, alles wat ik doe, al mijn, al mijn bedrijven zijn ontmoeten, eten, uitgaan, contact. Nou, dat mocht allemaal even niet. En uh, even buiten de festivals om, uh, en een paar jaar uh, naar voren, zoals nu. Hoeveel bedrijven? Heb je inmiddels wel niet? Want je investeert volgens mij in. Nee, ik investeer niet zo heel veel. Ik, ik ben juist um, het type ondernemer wat uh, liever dingen doet waar ik zelf passie en gevoel bij heb, maar waar ik ook nog een beetje het verschil kan maken. In plaats van dat ik in allerlei bedrijfjes maar een procentje neem of 10 procentjes of 5 procentjes. Daar, daar word ik niet gelukkig van. Ik investeer niet om, om er rijker van te worden. Ik investeer omdat ik het leuk vind. En omdat ja. ik denk dat ik, dat, ik, dat, dat ik iets toevoeg aan de maatschappij. Dus dat is meer mijn ding. Ik zit volgens mij in elf bedrijven. Ook niet en, niks? Uh, dat is niet niks. Al, dat is al heel veel. Wel heel veel geconcentreerd in de toren. Ja. Dat, zijn, dat zijn verschillende BV's. Die, de lookout is een BV en de horeca is een BV. En de parkeergarage is een aparte BV. De parkeergarage is eigenlijk mijn stomste ding, want daar heb ik niks mee. Maar goed, dat zit toevallig onder de toren. Ja. Maar um, andere dingen hebben allemaal te maken met, uh, met, met entertainment en vermaak. En als we kijken, Mysteryland, dat heb je toen na vier jaar... Um, toch uh, winstgevend gemaakt, of in ieder geval alle schulden afbetaald. Ja. En toen dachten jullie, we gaan ook Tomorrowland doen. Nee, dat... ja, to Tomorrowland kwam in 2005. En dat is eigenlijk wel ontstaan doordat we een Belgische afdeling hadden. En die wilden ook heel graag een groot festival. Yeah. En um, zo is dat eigenlijk gekomen. Maar we hebben met, vanuit ID&T natuurlijk wel heel veel andere festivals gedaan. QNN wa uh, was ons zusterbedrijfje, maar ook... Uh, Trans Energy, Sensation, uh, Welcome to the Future. Dat waren natuurlijk ook allemaal IDT festivals. En ik ben zelf in um, 2010 weer met festivals begonnen. 2011 los van IDT, want ik ben in 2005 weggegaan bij IDT ja. uh, met Open Air, Milkshake, dat soort festivals. Dus uh, die heb ik ook weer verkocht allemaal. Um, dus ik heb eigenlijk twee keer mijn festivals verkocht. En, uh, maar dat was wel, was wel weer een nieuw, waren er wel weer nieuwe festivals toen. Moet je ja. nagaan, want open air, dat heb ik nog niet gevonden online. Dat het uiteindelijk vanuit jou uh, gemaakt is. Maar het is toch mooi dat je eerst Mysteryland maakt en dan samenwerkt. En IDT uh, heb je uiteindelijk aandeelhouder geworden. Ja. Of hebben jullie dat echt samen gestart vanaf het nee, begin? Nee, ik, was, ik kwam later, want zij ja. hadden al Thunderdome. Ik ben een jaar later uh, samen Mysteryland gaan doen. En toen ben ik uiteindelijk blijven hangen en aandeelhouder geworden. Ja. ja. En open air is nu ook wel een van de bekendste uh, festivals. Uh, Lokaal te blijven, volgens mij gaat heel veel in de andere ook okay. heen. <laughs> Klopt. Ja. Uh, ho hoe voelt het om zo'n indruk achter te laten op de wereld? Een soort legacy is het eigenlijk? Nou ook. ja, dat, is, dat, dat vragen mensen wel eens aan, maar ik ben daar niet zo mee bezig. Wat ik wel heb is met de Toren. Um, de toren is anders dan een festival. Kijk, een festival kan op een gegeven moment ook weer verdwijnen. De vergunning wordt niet meer verleend, of de is populariteit is, 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 is eruit. Die Toren die blijft. Weet je, ja. over als ik dood ben, staat als het goed is die toren er nog. En dat geeft wel een, dat geeft wel een cool gevoel, weet je. Dat, dat je daar gewoon aan bijgedragen hebt... en dat je dus um, zoiets moois hebt neergezet voor de stad. Toch, uh, die skyscraper ja. waar je vroeger... Uiteindelijk wel, ja, ja. Wel op Amsterdam schaal. Want het is natuurlijk, als je het vergelijkt, internationaal is het natuurlijk maar een mini torentje. Maar voor, voor Amsterdam is het best een hoog gebouw, absoluut. En ook ja. wel een van de bekendste weer, denk ik. Ja, die, inmiddels wel. Bij MET Amsterdam, je ja. dat toevallig... Volgens mij was het openingsfeest ook bij jou boven in de toren. Zo is best wel eens kunnen, ja. ja. En daar heb ik ook uiteindelijk Tim van der Wiel ontmoet. En allemaal leuke mensen van over de hele wereld. Dus het is super uh, verbindend. Zeker, ja. ja. En de Disco Lift. Ja. Wie is daarmee opgekomen? Ja, nou, kijk, wij, wij zijn met die toren hebben wij gewonnen in een, um, in een competitie. Hè. Daar werd er, toen, er werd een prijsvraag uitgeschreven door de gemeente. Verzin, een cool plan voor deze toren. Daar deden toen 33 partijen aan mee ik was ook een van die partijen. En wij gingen voor een muziektoren, ook met onze, onze achtergrond. Uh, Anders muziek, organisatoren. Um, dus die hele toren heeft een link met muziek. Adam staat ook voor Amsterdam en Music. En de disco-elevator, ja, dat hoort gewoon. Net als de karaoke-elevator, dat is ook weer onderdeel van die muziekbeleving. En ja, een lift is natuurlijk normaal gewoon hartstikke stom. Want je ziet elkaar een beetje aan te grapen. En, um, en ongemakkelijk misschien soms wel, omdat je zo'n kleine ruimte met elkaar zit. En die disco-elevator, iedereen vindt dat grappig. Iedereen komt met een smile binnen. Of je gaat met een smile naar je werk, zocht dus. Ja, dat zijn, leuk, dat zijn leuke dingen. Ja, ik had ja. het nog nooit gezien. En ik had precies hetzelfde. Ja. Maar uh, ik ging alleen heen en ik kon niemand daar. Bij, toen bij dat evenement. En dan stapte je in de lift met nog uh, drie mensen. En dan meteen ga je ook praten met elkaar. Ja, van, uh, ja leuk, dit heb ik ook nog nooit ja. gezien. Dus het is ook weer super verbindend. Absoluut. En als we kijken naar de taken binnen ID&T... waar hield jij je ik was idee. vooral um, de kwartiermaker, dat houdt in. Um, dat klinkt heel militair, maar dat is eigenlijk van alle nieuwe dingen. Yeah. Dus ik was business ontwikkeling. Dus business development. Dus, dus nieuwe festivals, nieuwe terreinen, nieuwe samenwerkingen. Dat was echt mijn ding. Ik vind het heel leuk om altijd aan de, aan de kinderschoenen van dingen te staan. Ik ben niet meer heel geïnteresseerd als het er eenmaal staat. Dan hoop, hoop ik dat ik hele goede mensen heb die, die het uiteindelijk regelen. Maar ik, ik, ik ben, heb daar zelf niet de. de het geduld en de passie voor. Het ja, meeste werk zit meestal toch in de stad. Ja. En vind je dat dan ook het leukst? Dat je wel heel veel bezig bent? Ja, ja zeker. Start en uh, dat hoort bij, bij het kwartier maken. Dus het begin, nieuwe dingen verzinnen, dat vind ik, dat vind ik leuk. Ja. En uiteindelijk ben je inderdaad ook weggegaan bij IDT. <coughs> uh, heb je daarna pauze genomen? Dat Van was wel AD. de bedoeling. Ik was gaan reizen. Alleen tijdens die pauze. <coughs> Ben ik natuurlijk heb ik dat torenidee bedacht en um, toen ben ik eigenlijk al wel weer redelijk snel teruggekomen om dat verder uit te werken. Ja, je kon dat dus dat is ook weer beginnen. Dat kon je dus ook niet. Uh, nee, even ja, laten dat liggen, is ook maar. een beetje ondernemers die voelen dan dit moet ik moet hier nu wat mee. Dus ik kan wel door gaan reizen en dan mijn hangmat in het strand liggen, op het strand liggen, of ik ga nu door met dit. Ja, yeah. ja. En als we kijken, ja, het kostte waarschijnlijk een uh, vermogen om überhaupt die toren aan te kopen. En te verbouwen. Hoe voelde het om dan? Ja, je begint niet weer opnieuw, maar er moest volgens mij wel een groot deel van je vermogen in. Oh, alles. Ik alles. moest zelfs mijn huis als onderpand zetten. Ook nog. Dus als het allemaal mis was gegaan, was ik zelfs mijn huis kwijt geweest. Zo ernstig. Dus, regioeus, dus ja. uh, dat was ook nog wel een beetje een, uh, een truc van de bank. Want die kwamen daar een dag van tevoren met, die, uh, met de side letter. Maar ik, uh, ja, alles of niks. Alles op rood in het casino zeg ik wel eens. Dus uh, mijn hele vermogen ging erin. Ja. En, en dat heeft goed, gelukkig goed uitgepakt. maar... Ik denk dat er niet veel mensen in Nederland of in de, in, zo um, um, uh, veel lef hebben om alles op het spel te zetten. Voor iets, oh. voor een idee. Ze zijn er wel natuurlijk, maar. Uh, ja, we uh. zitten nu tegenover die mensen. Ja. En uiteindelijk zie je toch wel dat het dan toch enorm goed kan lukken. Als Rot. je het zo probeert. Ja. En als we kijken naar de verbouwing, hoe, ja, hoe lang heeft dat wel niet gebeurd? Nou, de, eigenlijk voor ontwikkelen heel, heel, heel kort. Want wij hebben. Wij zijn in uh, juli 2014 begonnen met de sloop. We hebben ja. eigenlijk het gebouw gestript. Er stond op een gegeven moment alleen nog maar een geraamte, een soort karkas. En we gingen in mei 2016 open. Dus iets minder dan twee jaar heeft die verbouwing geduurd. Dat is heel snel. Dat ja. is heel snel. Ja. En het thema werd dus muziek en daarom hebben jullie ook gewonnen. Ja. Heb je het dan samen afgestemd met anderen wat je precies per uh, afdeling of vloer wilde? Nou, kijk, je hebt natuurlijk een toren en we hebben al heel snel een soort indeling gemaakt. Oké, okay, hotel onderin, muziekbedrijven, horeca, observatiepunt onder de grond een club. Dat was al heel snel. Hadden we die, ja, dat eigenlijk al wel in ons hoofd zit. En als je kijkt naar die eerste plannen, ik bedoel, bijna 90 van die plannen is nog steeds hoe wij het ooit hebben bedacht. Ja. Dus dat is wel cool. En als ja. we kijken, je hebt natuurlijk enorm veel festivals verzonnen en uiteindelijk uh, ja, ontwikkeld ja. en neergezet. En er komt, ga, komt enorm veel bij kijken. En als het moment dat het festival er dan is, ben jij dan aan het genieten? Ook, ben je er ook? Beetje. En ik ben wel gestrest. Eigenlijk ben ik ook helemaal niet geschikt ervoor, voor dat vak. Want ik ben veel te perfectionistisch en te... ik sta bol van de spanning. Ik slaap ook slecht die nachten voor, als ik al überhaupt al slaap. Maar op een gegeven moment wel. Als ik op een gegeven moment het gevoel heb: oké, okay, het, dra het draait lekker, alle mensen zijn binnen. Het, weet je, het feest is nu echt aan de gang. Yeah. Dan kan ik ook genieten. Maar ik vind het wel een, een lastig vak. En ik ben soms ook wel blij dat ik op dit moment geen festivals heb. Want die toren is gewoon veel minder uh, piekbelasting. Weet je? Dat is gewoon elke dag draait dat. En dan, natuurlijk hebben we elke keer andere dingen. Maar het is niet zo'n festival waar 60.000 mensen. Afkomen. Ik heb wel eens met Mysteryland gehad dat het de hele nacht aan het regenen was, de dag voordat het mijn festival was. Dat je echt blij mag zijn dat je überhaupt nog een festival hebt. Ja. Weet je, dat, uh, dat komt ook voor. En als we kijken naar Mystery Land een dag. Uh, van tevoren heeft het dus enorm geregend. En dan moet je blij zijn dat je überhaupt je festival mag geven, heb je ook wel eens dingen gehad bij Mystery Land of bij een ander festival? Die dusdanig uh, erg waren dat je dacht: nu moet het bijvoorbeeld stoppen. Of het is nu nou, niet onreinig. dat we het festival moeten afkappen, maar ik heb wel bijvoorbeeld een dode gehad. Serieus? Ja, een paar keer ja. op je feesten. En dat, ja, dat is ook natuurlijk, heeft ook behoorlijk veel impact. De eerste ja. keer vooral, daar was ik echt wel heel erg, erg ziek van. Het was ook heel toevallig, want het was de eerste keer in Mysteryland... dat ik financieel succesvol was. En toen viel er een dode. Dus ik kon daar eigenlijk ook helemaal niet van genieten. Um, ja, de, 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 we hebben wel een keer een Mysteryland gehad... die bijna door de gemeente werd afgelast. Dat was de keer dat het inderdaad zo hard aan het regenen was. Er waren letterlijk de dag voor het festival... de vlonders in, in de tent waar je normaal op staat... die dreven door de tent. Zo, zo heftig was het. Toen heeft de brandweers gekomen. Die heeft nog met pompen proberen heel veel af te zuigen. Gelukkig begon het ochtends dat het festival was... we klaarden het op. En toen uh, konden we, kon het festival dus nog doorgaan. Maar dat was wel uh, met de hak over de sloot... En, ja, en dan ben je hartstikke failliet, hè? Ja, dan, sta, dan heb je een hele stad opgebouwd. En dan, als het feest niet mag doorgaan, dan moet je al je mensen een kaartje teruggeven. Dan ben je failliet. Ja, ja. Dat is niet niks. En ook dat je zei dat er iemand was overleden, meerdere. Ja. Hoe gaan jullie om met drugsgebruik? Want volgens mij stoppen mensen het nog net niet uh, ergens in een gaatje in hun achterhoofd ook om het mee te nemen. Ja, drugs is natuurlijk een ding. Kijk, ik ben heel erg... Uh, um, ja, liberaal, progressief daarin. Ik vind gewoon dat alles gelegaliseerd moet worden. Ik bedoel, het is al lang al bewezen dat drugs zeker niet schadelijker is dan alcohol en sigaretten. En dat kunnen we op elke straathoek krijgen. Ja. Mensen worden er ook leuker van, mensen worden er opener van. Het heeft gewoon heel veel voordelen. Het is gelukkig nu wel met MDMA een hele kentering aan het ontstaan. Dat er nu echt wordt gekeken om het op een medicijnlijst te krijgen. Het schijnt dat mensen er echt veel baat bij hebben. Mensen met PTST bijvoorbeeld, en mensen met depressies. Um, dus ja, wat mij betreft wordt het gelegaliseerd. Maar we hebben ons natuurlijk te committeren aan het beleid. En dat verschilt ook per stad. In de ene stad mag niks, nog niet eens een jointje. In de andere stad zeggen ze af: drie pillen is prima. Weet je, dus dat is, dat, daar hebben we ons aan te houden. En, uh, maar als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik gewoon dat we dat moeten legaliseren en goed voorlichten. Daar heb je veel meer aan dan verbieden? Mensen gaan het toch wel doen, ja. en dat blijkt ook. Ja. Zou er zou inderdaad ook enorm uh, veel geld overblijven. als we niet al die polities de hele tijd. Uh, nee, ja, nee, Peter R. de Vries had nog geleefd. als we geen cocaïne-mafia ja. hadden. Weet je, zo, zo, zo ver gaat het. En dan kunnen mensen wel zeggen. ja, de schuld ligt bij de gebruiker. dan moeten die het maar niet doen. Maar dat is onzin. Het is een genotsmiddel. en mensen zullen het altijd blijven doen. want het is veel te leuk. Ja. Dus je gaat het nooit uit de maatschappij krijgen. Dus die, je moet heel anders denken. durven denken. Je moet durven denken. hé, hey, weet je, we moeten gewoon nu. We gaan het, mensen doen het toch wel, laten we dat goed regelen. Laten we gewoon belasting overpraten, laten we het uit de criminaliteit halen. En dan heb je gewoon een, een hele andere wereld, krijg je daardoor. En als we kijken naar iemand die dan overlijdt op een festival. Ik moet dan meteen denken aan een overdosis of is hij gevallen? Of... Nee, die, dit, dit was wel echt een. Volgens mij wel echt bijna een soort zelfmoordactie. Die eerste oh, keer, want ja. die jongen die had, die zat, had een zware depressie, zijn vader was overleden. Dus het is best nog wel heel mogelijk dat hij gewoon uh, een overdosis heeft genomen... Om, om zichzelf aan het leven te beroven. Um, maar dat weten we niet. Maar ja. het, het, het gebeurt wel. Ja, de remproef van mijn toren hebben ook drie mensen een keer naar beneden gesprongen. Echt? Ja. ja. Dus uh, ja, daar kan je ook niks aan doen. Daar is de politie ook best wel makkelijk in, hoor. Want die hebben zoiets, ja, elke dag springen er vijf mensen voor de trein. En er zijn natuurlijk, lopen veel mensen rond met, met die gedachten. Wat doet dat met jou als persoon? Want ik kan... Nou ja, de eerste keer was vreselijk. Hier stond ik de kermistentie Vallendam op te bouwen. Kreeg ik een telefoontje. Ja, Sander, je moet even naar, Ram naar Amsterdam komen. Want uh, ja, wat, wat dan, wat dan? Ja, er is iemand van de toren gevallen, uh, gesprongen. Dus ik vroeg meteen bij de schommel. Denk ik, want nee, nee, in de achterkant, aan de andere kant. Dus dat was uh, ja, super, super kut. Je, je weet dat het, dat het misschien een keer kan gebeuren. En we hebben het hek daarna ook nog wel weer extra verhoogd met extra kabels. Maar ja, een, een, een jonge, jonge. Van een uh, bloei van leven die komt, komt over zo'n hek heen. Ja. Ja, dat is niet. Uh, niet uh, dat, dat, dat kan je nooit 100% voorkomen. Nou, ik kan me gelukkig niks bij voorstellen. Maar dat, lijkt me, dat gaat ook nooit meer uit je hoofd, denk ik. Zo'n gebeurtenis. Nou. Ik ben er niet bij natuurlijk. Nou, ik ben daarin denk ik ook wel door, door dat ik het vaker heb meegemaakt. ook wel wat, 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 wat realistischer en harder geworden misschien. Natuurlijk is het een soort shock. Maar het is ook wel. Ja, het hoort ook bij het leven, weet je wel? ik bedoel. Dus er zijn gewoon heel veel mensen die. Ja. Ze doen het niet zomaar. Nee, denk ook. nee die, hebben een, uh, die zien het even niet meer zitten. En na je vertrek bij IDT had je dus uh, pauze, een maand waarschijnlijk, of korter. En uiteindelijk ben je toch weer open-air gestart. Uh, waar kwam dat idee vandaan? Nou, het kwam er eigenlijk vandaan dat ik um, mijn torenidee in die, in die periode dat ik dat had bedacht. Um, toen kwam de economische crisis, 2008. Oh, dat heb je ook nog gehad. Ja. En toen werd eigenlijk gebeurde er niks. En Toen ben ik eigenlijk een club begonnen met de Club R. Vanuit ja. die gedachte wilde ik weer festivals gaan doen. En Open R is eigenlijk het, het, het festival van Club R geworden. En uh, zo is dat ge gegaan. Ja, misschien blijkbaar kan ik niks anders. Of uh, vind ik uh, niks anders, hè, vind ja. ik dat vooral leuk om te doen. En uh, ik vind, uh, ja, je zal mij nooit op kantoor zien in mijn baan in een pak. En, uh, dat, uh, dat, is niet, dat is niet de wereld waar ik. Uh, Waar ik me thuis voel. Club R ben je volgens mij ook nog geregeld te vinden? Ja, niet heel vaak, maar ik kom er nog de, sinds kort weer, weer wat meer. Omdat het de club gaat heel goed. Ja. En ik heb ook wel wat vrienden die die, die muziek echt leuk vinden. Dus ik, daar ga ik wel mee. Ja. En is, die is nog wel echt van jou? Nou, ik doe nooit wat alleen. Ah, ik heb altijd aan. compagnons. Ah, ik bedoel ja. meer omdat je zei dat je Open Air had verkocht. Open Air wel, de club ja. heb ik gehouden. Ah, okay. ja. En hoe is het om een club te starten? Want het is wel in het verlengde van. Het is kleiner dan een festival. Ja. Maar het is ook wel weer heel wat anders, lijkt mij. Ja, zeker. Ja, en nee. Um, nachtleven, het uitgaansleven begint natuurlijk ook vaak in clubs. Ik bedoel, als je festivals kijkt. en de podia's die worden gehost, dat zijn vaak concepten die in clubs begonnen zijn. Weet je, dus dat is. Dus het heeft wel een, een behoorlijke overlap. Ja, in de winter zijn er geen festivals. Dus als je uit wil, moet je naar een club. Ja. Of naar een groot feest in een half, in een sportpaal. Maar die. Uh, die zijn er, zijn er ook natuurlijk wel, maar het zijn vooral clubs waar het om draait dan. Ja. En open air, hoe ging dat de eerste keer? Wel, heb je toen met al je ervaring, was het een stuk, ja, ik wil niet zeggen makkelijker, maar ik kan even geen beter woord vinden? Ja, dat was wel makkelijker. Alleen het was het ook wel weer lastig, want we kwamen in het Gaasper Park. Daar zat een hele actieve vrienden van het Gaasper Park Clubje. Nou, die waren natuurlijk niet voor het festival, ja. dus die hebben het ons wel heel lastig gemaakt. Alleen. Um, ja, daar hadden we veel ervaring al. Daar had je ook echt productiepartijen die, 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 die zorgen dat alles geregeld wordt qua productie. En uh, dat, dat, niet allemaal, dat je dat niet allemaal zelf hoeft te doen. Nou, als we kijken naar een de grootste levensles, en ik denk dat ik hem al een beetje gehoord heb, maar wat je hebt geleerd van al die festivals opbouwen en ook net voordat het dus lijkt dat het niet meer gaat lukken, toch doorgaan, uh, komt je dan een les naar boven die je wil meegeven aan andere mensen? Ja, als je droomt, je droomt. Dromen en doorzetten, dat zijn wel twee belangrijke kenmerken. Ik heb ook wel eens voor mezelf, nou, ik moest een keertje opschrijven. Allemaal woorden die ik belangrijk vond in het succesvol zaken doen. Dat was heel grappig. Dan kwam ik allemaal op woorden die begonnen met de letter D. En um, ik zal er een paar noemen. Naar nou, dromen. Je hebt een droom, je gaat erover nadenken. Durven. Haak al heel veel mensen af. Doen. Nog meer mensen. Doorzetten. En dan drive is denk ik heel belangrijk. Weet je, je, moet een, je moet 200% ergens voor durven gaan. Discipline. Dus wel s ochtends je bed uitkomen, niet blijven liggen. Delen, durf te delen. Weer een W-woord. Dynamisch. Dus wees flexibel. Het gaat nooit zoals jij bedacht. Dus je zal altijd moeten bijsturen. Ja, nou, maar dat is allemaal grappig. Dus het waren allemaal woorden met een letter D naar drugs. Ook belangrijk om af en toe eventjes je, je hoofd op uh, een andere manier te laten, laten functioneren. Dit zijn toch en daar. Ja, dus dat, ik, ik vond dat wel heel grappig. Het waren allemaal D-woorden. Daadkracht, ook belangrijk. Dus uh, als je erover nadenkt, zijn dat allemaal key voor succes. Ik vind de eerste, ja. uh, eigenlijk alle elf prachtig, maar de eerste negen sowieso. Dat zijn wel echt, uh, ja, beter had je het ook niet kunnen verwoorden, denk nee. ik. dat zou zo in zo'n lijstje kunnen komen. Ja, van, ja, ja de, de vijf P's voor de marketing, ja. weet je, plaats, prijs, uh, promotie en uh, nog iets. Dat, dit zijn er uh, andere, ja. En we, je hebt uiteindelijk ook uh, welvarende jaren gekend. En die ken je waarschijnlijk nog steeds. Mm -hmm. Als we kijken naar. Uh, je hebt uh, dusdanig veel festivals uh, ontworpen en uiteindelijk gemaakt. Je hebt iets verkocht, je bent andere dingen gestart. Hoe voelt het om, en je had het net al een beetje gezegd, maar. Om on top of the world te staan een beetje? Want je gaat om met bekende mensen. Je hebt superveel succes. Ja, dat is een. Kijk, ik denk als het inderdaad een buitenstaander naar mijn leven kijkt, denk dat, het, dat het een soort glamourwereld is. Kijk, ik, heb zelf niet zo heel, ik ben er zelf niet zo gevoelig voor. Ik, ga, ik ken wel bekende mensen, maar dat is ook niet mijn... Ik ben zelf misschien een beetje bekend. Ik heb dat ook wel weer een beetje afgehouden, want ik wil eigenlijk geen bekende Nederlander zijn. Ja. Zeker in deze tijd, wat er allemaal gebeurt met Juice'kanalen, is het niet een hele nee. fijn om, uh, om, uh, om, uh, om, uh, om bekend te zijn. Het boeit me niet zoveel eigenlijk. Ik ga ook niet zo om echt met, met, met rijke mensen. Want die vind ik vaak ook niet zo heel boeiend. Ik vind mensen met passie en, en energie en met leuke dingen. Dat, dat zijn voor mij de belangrijkste kenmerken om mee om te gaan. Dat is ook ja. wel weer heel mooi dat je heel uh, normaal blijft eigenlijk. Ja, wat is normaal. Maar het, het, is, wel, het is wel iets waar ik, uh, waar ik waar ik waar ik me bewust van ben. En uh, ja, veel mensen met echt veel geld vind ik vaak helemaal niet leuk. Die vind ik zelfs een beetje afstompen. Die uh, jullie zijn allemaal bezig met, 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 met dure spullen en dingen. En een beetje pochen naar elkaar toe. En iemand zei ook wel eens een mooie quote over mij: van de meeste mensen met geld die bouwen een hogere muur om zich heen. Letterlijk om hun huis en hun bezit te beschermen, maar ook een afstand naar de buitenwereld. En ik bouw een langere tafel. Ja. Oh, dus um, <coughs> dacht ik: ja, nou, klopt wel. Dat is wel een beetje hoe ik, hoe ik erin sta. Ook weer zo'n mooie vraag. En is dat ook de reden dat je hebt meegedaan aan. Um arm gezin en een rijk gezin. Nou, daar dat werd programma. ik toen voor gevraagd. En, en eerst, uh, uh, ik kende het format niet. En het was de eerste, eerste seizoen. En het leek me wel heel leuk, ook om, voor mijn zoon, om te laten zien. Van weet je, kijk, bedoel het is niet, niet normaal allemaal wat wij hebben. En we gaan maar we gaan even een keer wat anders doen. En het was een heel grappige uitzending. En we hebben toen aan de overkant zaten van het water, letterlijk. Want dat was de wijk daar. Yeah. En wij, ja, wij, zij zaten hier in. Uh, ik heb nog steeds contact met dat gezin, maar dat was leuk. Ja. Alleen dat is wel natuurlijk televisie, landelijke televisie. En dan moet je opletten, ja, als je nog twee, drie vier keer met zo'n programma meedoet, dan ben je bekend. Ja. En dat wil ik dus niet. Dus daarna heb ik heel veel, heel veel dingen afgehouden. Omdat uh, ik, ik vind het fijner om in die luwte te zijn. Ja. Ook mooi dat je dat uh, ook ja. zo, Dat je daar zo bewust bent. Ik weet niet denk. of je daar of je gelukkiger wordt als, als iedereen je kent. Ik denk dat heel veel mensen er juist alleen maar schichtiger van worden. Als ik bekende Nederlanders kijk, die worden. Ja, altijd op hun hoede. Maar dan wordt er niet een foto van me gemaakt als ik met mijn vinger in mijn neus zit? Of uh, weet ik. Uh, als ik in mijn koffie door de Albert Heijn loop? Uh, weet je, zitten ze niet. Je wordt, je wordt er, denk ik, als bekende Nederlander niet, niet. Je krijgt er geen leuker leven door, weet je? Dus natuurlijk heeft het misschien een stukje st streeld. dat je ego als mensen hier kennen. Ja. En een leuk handtekening. Maar uiteindelijk, ja, er is geen weg terug. Je kan er niet even uitstappen. Nee. Oh, nou, vandaag heb ik even geen zin in uh, bekend zijn, weet je? Dus. Uh, dan uh, kan je hier wel gaan vermommen, maar uh, dat lijkt ja, ook mijn grootste keer. Zijn. Zag je bij prins Harry toch in de documentaire? Okay. Zijn mooiste moment met met Meghan was eigenlijk de, het, het Halloweenfeest. Dan kon hij heen met haar. Dan was hij zo zo aangekleed dat niemand wist dat hij het was? Hoe lekker is dat dat hij eindelijk een keer uit die uit die uh, die schijnwerper kan? Ja. ja. En hoe is het voor jouw zoontje Want hoe oud is hij nu? Vijftien. 15, nou, ja, wordt al een echte uh, ja, ja. ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet aan de bak af en ja. toe met stoeien, ja. Maar hoe is het dan om? Want jullie, uh, ja, de mensen kunnen het een klein beetje zien op de camera, maar je bent hier natuurlijk wel echt in een super mooie en luxe woning. Hoe is het dan om toch ook te kijken? Bij een ja, ik weet niet wat voor huis jullie in zaten, misschien een heel klein of gewoon, een ja, het huis. was klein, klein rijtjeshuis. Ja, huis, ja. Hoe, hoe ervaart hij dat heeft nou? Kijk, ik ben wat? wel, ik heb hem wel denk ik zo opgevoed en ook zijn moeder. Dat bewustwording, het feit dat wat, wat we hebben, dat, dat we delen, dat, dat zit er bij hem wel in. Hij kwam laatst ook thuis, papja. Uh, Amar, dat is een vriend van hem op school. Zijn ouders verdienen, verdienen maar dit en dit, zaten ze, ze verteld. Maar dat is, toch, dat is toch heel erg weinig. Ik zeg: Nee, dat is hoe normaal mensen. Het is gewoon gemiddeld in Nederland wat, wat, er, wat er verdiend wordt. Ja, maar jij verdient toch dit en dit? Ik zeg ja, maar wij hebben ook een, echt een ander ander verhaal. Weet je? Dus hij is daar. Ik, dat, tuurlijk, ik moet hem daar af en toe wel mee weer bewust me, van maken. Maar het is wel, denk ik, een, een jongen die daar, die daar mee om kan gaan. Ja, het wordt, wordt niet een vervelend jochie of een rijke lui zoontje... Of manana, mijn vader heeft lekker dit of zo. Nee, dat zal, dat zal absoluut niet gebeuren. Gelukkig ja. maar. Ja, absoluut. Ja. En uh, als we kijken bij de Adamtoren, heb je daar ook nog verhalen van dat het misschien een keer niet goed ging of is dat echt zin ja het is nooit een succesverhaal aan één stuk door maar je hebt zoveel ervaring. Nou, de de, de is gewoon ja dat is gewoon denk ik wel een jongensboek dat is een jongensboek iemand die ergens op een reis en verzint om een observatiepunt en uiteindelijk eindigt die met een hele met een hele toren en uh, natuurlijk gaan de dingetjes ook wel minder goed en soms hebben we Gezeur, maar dat hoort er Ja, we hebben ook 300 man personeel daar, dus dat is altijd, is altijd wel wat aan de hand. Maar nee, dat is wel, dat is wel echt een, uh, een mooi verhaal, ja, dat kan ik wel zeggen. 300 man personeel? Ja. En dat is dan door het restaurant of door alle kamers? Nee, de hotelexploitatie doen wij nog niet eens zelf. De restaurants, de koks. Uh, bedienend personeel, uh, kaartverkopers, tot, tot, tot de bediening van de schommel. Tot, uh, ik heb het ook wel over roleren. Ja, ja. Dus met Lookout ben ik natuurlijk ook elke dag open. Nou, ik heb dus wel verschillende mensen op verschillende functies moeten zetten, omdat je niet altijd dezelfde mensen kan, uh, kan uh, inroosteren. En hoe gaat het nu mentaal? Want het lijkt altijd wel leuk, een uh, succesvol ondernemer, is het niet eens lastig? Nou, ik heb er ook wel een paar zware jaren gehad. Zeker beginperiode van de toren. Toen we net, vlak voordat we open moesten, had ik, het, had ik het behoorlijk veel stress in mijn lijf. Nu gaat het heel goed. En uh, ik merk ook dat ik, doordat ik niet op alles ja zeg, dat bevalt me ook heel goed. Nou, je, dus, bedankt dus, uh, dat je ons dan wel uitnodigt. Ja, maar vooral ook nieuwe dingen ondernemen. Ja. Kijk, je verhaal vertellen, dat is leuk. Maar nieuwe dingen ondernemen, om weer ergens in te stappen, daar moet ik goed over nadenken. En... Uh, ja die, uh, Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. Vind jij jouw rustmomentje dan um, door bijvoorbeeld te mediteren of boeken te lezen? Of nee, ik mediteer niet. Ik, ben wel, ik ga wel veel uit. Dat is voor mij een manier van, 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 van loslaten. Um, als ik op Ibiza ben, daar lees ik trouwens wel boeken. Lekker, heb ik lekker een, dan ga ik echt wel in een chill-mode. Maar dat kan ik thuis ook. Weet je? Ik heb mijn leven zo ingericht dat ik niet meer dagelijks naar kantoor hoef. Of dat eigenlijk alles, al, het, al het gezeur, dagelijks gezeur. Van een bedrijf, dat komt bij andere mensen terecht. Dus ik heb dat wel goed, uh, goed georganiseerd. Dus ik, heb ja. dat, uh, ja, ik ben daar wel, wel, wel happy mee. En ja. bij boeken, denken we dan aan Harry Potter? Of ook wel nee, meer boeken, boeken van... Uh, ja, wat heb ik laatst gelezen? Sapiens, over het ontstaan van de mensheid. Ja. Of uh, uh, de meeste mensen deugen. Dat soort boeken die toch iets meer filosofisch over de mensheid. Vond en, je uh, dat boek, de meeste mensen Ja, vond ik vond het een leuk boek. Ja. We weetjes, weet je gewoon over ons, over... Wie zijn wij? En uh, ja, je je ook wat meer over jezelf kennen, denk ik, vaak. Ja, ja. en hou je bijvoorbeeld, of hou, vind je het ook leuk om boeken te lezen die, um, Napoleon Hill, ken je die bijvoorbeeld? Nee. En dat lees je niet. Dat ken dat ik niet, nee. Alle, ja, de dagelijkse affirmaties, daar houd je je ook niet mee bezig. Nou, ik, le ik ben wel nieuwsgierig, in de nieuw zin van het woord nieuws, dus ik ben wel, ik lees wel veel kranten. Oh ja. Weet je, dus het FD, Parool, omdat het meer lokaal is. Ik kreeg ook altijd nog een niveau van mijn, van yeah. mijn werkster, maar die uh, helaas niet meer. Dus al het lokale geneuzel, dat weet ik allemaal niet meer. Maar dus ik ben wel altijd goed, goed aangelijnd met wat er is. Ik ben altijd wel, ik weet precies wat, er, weet je, in de bouw, al die, al die sites volg ik. Dus dat is wel mijn, dat heeft wel mijn interesse. En als en, we terugkijken op je carrière... en ik denk dat er nog veel meer mooie dingen gaan gebeuren. Wanneer had jij zo'n uh, wauw-moment? dat je dacht bijvoorbeeld... Ja, dat leven. zeker in Australië toen ik op dat gebouw stond... ...en dacht van oké, okay, dit moet er in Amsterdam komen. Yeah. Dat was voor mij wel een moment van... ...oké, okay, ik moet dat gewoon gaan doen zelf. Dat was een wauw moment. Ik was toen zo overtuigd van... Dit, 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 ...dit is mijn ding. Dat is wel... Ik denk niet dat veel mensen in hun leven zo'n moment hebben gehad... ...en dat uiteindelijk ook gerealiseerd hebben. Die, uh, dus dat was wel bijzonder... En heb je ja. ook enig idee, en dat is misschien een hele diepe vraag, waar al die ideeën dan zo vandaan komen? Of komt dat echt gewoon. Te... Nou, dat is niet iets wat je op school leert. Dat is denk ik toch dat je deels in je hebt. Creatief brein, wat, wat, wat niet stilstaat, waar, waar dingen waar je dingen door ontdekt. Of, of, of ja, dat, dat is toch iets waar, um, um, ja, waar je mee geboren wordt, denk ik zelfs wel. Misschien kan je het deels ontwikkelen tijdens je studie. Maar ik denk, nee, ik denk niet dat het, dat het heel erg te, te, te leren is. Heb jij, nee. uh, of nou, ik ben uh, zelf ook nog jong. Motiveer jij jouw zoon om zijn school af te maken? Of te ja. doen? Nou, dat is wel een lastige, goede vraag. Want hij, hij heeft er heel veel moeite mee. Hij is ook natuurlijk, na twee zinnen is hij alweer afgeleid. Ja. Zoals veel kinderen tegenwoordig natuurlijk. Dat komt door de TikTok-wereld en de snelle filmpjes. En de... Ja. Maar um, ik denk dat het schoolsysteem is. Hij ze doet nu Havo. Voor hem niet het meest geschikte is waar hij, waar hij verder mee komt. Hij vindt dingen die hij leuk vindt, die, 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 vindt, die omarmt hij. Geschiedenis vindt hij heel leuk. Uh, aardrijkskunde dat soort vakken. Maar ja, de, de stomme leerdingen, dat boeit hem echt niet. Weet je, de, de wiskunde en dergelijke. Dus het is, uh, het is een, een lastige fase. En een ja. pu stukje puberteit en een stukje ontdekken. Dus hij, uh, ik probeer hem te motiveren, maar ik weet niet of de, of de school nu. Het, het, is. Voor mij hoeft, zou die niet doorhoeven naar VWO bijvoorbeeld. Dat we echt goed moeten gaan kijken, wat gaat hij hierna doen? Ja. Ja. Want jouw vader um, die was schooldirecteur? Mijn vader was uiteindelijk directeur van de LTS, vroeger. Ja. En die begon als tennisleraar op TV Dijkzicht. Volgens mij de eerste tennisleraar die Volendam had. Hm. En op die manier is hij ook in Volendam komen wonen, want wij, wij zijn geen Volendammers natuurlijk. En um, ik ben geboren in de Schoklandstraat, nummer 8. Toen zijn we uiteindelijk op mijn achtste naar de Edam verhuisd. Uh, maar mijn vader was, een, was uiteindelijk uh, sportleraar en uiteindelijk directeur geworden van, van de LTS. Ja. Heb je zelf je school afgemaakt? Ja. Tijdens ja, Mystery Land nog. VDO is... en nee, HEO zelfs. Serieus? Ja. En vond je het zelf? Want ik heb er, ja, ik ben nog niet zwaar Ik moet stoppen met dat zeggen. Maar ik heb er heel veel moeite mee gehad. Ik wilde het liefst stoppen toen ik 15 was. Ja. Uh, misschien wel net als jouw zoon. Ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb VWO gedaan, maar dat, dat heb ik bij elkaar gespiekt. Oh, ja, ja, ja proefwerken jatten uit de, uit de stenselhok, dat soort dingen. En, uh, dus ik heb gewoon alles gedaan om, 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 om over te gaan. Maar ik was niet geschikt om... Uh, ik was geen studiebol. En uh, dus dat, dat, ik heb het met pijn en moeite gehaald. Maar dat is, ja... Ik heb er natuurlijk wel iets aan gehad. En, wat ik zeg, ja, het, het creatieve denken en het ontwikkelen van dingen... dat, dat, is niet, dat heb ik niet op school meegekregen. En het is, uh, um, VWL heb je afgemaakt, bedoel je dan? Op de Don Bosco bijvoorbeeld? Of nee, op het nog... Ignatius College in Purmerend was dat. Ah, okay, dus dat echt, heet nu Da Vinci volgens het mij. Het de ja. heb je ook echt. Uh, ja. Want ik kan me voorstellen, als je vader schooldirecteur is, dat hij heel graag wil. Nou, dat, dat was afgemaakt. ook wel een ding. Mijn vader was wel fanatiek. En die, 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 die zat wel achter mijn broek aan. Dus als, als die er niet geweest was, had ik het denk ik ook niet gered. Dus uh, hij was wel echt iemand van je, je school maak je af. Dat, dat stond buiten kijf. Hoe vonden jouw ouders uh, alles wat jij deed? Vooral toen je net begon en toen je dus ook in de schulden kwam? Nou, mijn moeder is al vrij jong overleden, toen ik 14 was. Oh, en, um, dus die heeft dat niet meegekregen. Mijn vader vond dat in het begin heel lastig. Die had zoiets: ja, je hebt een goed stel hersenen, waarom neem je niet gewoon een normale baan? En uh, die was op een gegeven moment wel trots. Toen hij zag dat ik ook doorging en dat het succesvol werd. Natuurlijk was, was hij trots. Hij is ook wel op mijn feesten geweest en was hij, ja, ook liep hij daar trots als een ronde pa uh, trotse papa. Ja. En uh, ja, dit is, dat, is, dat is wel, wel mooi. En hij heeft me nooit, nooit uh, ge gezegd: je moet het niet doen. Hij vond alleen dat ik onontiegelijk on on veel uh, risico nam. En dat snapte ik ook wel, ja. en dat, dat nam ik ook. Alleen ik zag dat anders. Ja? En naast al je ondernemingen... en ik kan het me wel voorstellen... maar wat vind je nu het allerbelangrijkste in je leven? Nou, vooral genieten. Blijven, blijven genieten. Niet inkakken. Uh, mensen in, blijven inspireren. Um, dat vind ik het belangrijkste. Ja. En uh, voor jonge ondernemers... zoals ons en nog een miljoen in Nederland... heb je nog een advies? Uh, bijvoorbeeld dat je zegt... als je een droom hebt, ga er gewoon altijd achteraan. Ja, dat sowieso. Ja, dus kijk, het begint altijd met een droom. Elk, elk ding, elk idee begint ergens. Dat moet, maar dat, moet, dat is een zaadje die je plant en dat gaat ergens voor. En ja, hou, hou plezier in je werk. Weet je, neem het allemaal niet te serieus. Ik zeg ook al wel dat het er nog een D-woord blijf dansen. Ja. Weet je, en daar bedoel ik mee: hou het speels. Dus uh, niet, niet, weet je, neem het allemaal niet, niet te serieus. Ik zie het aan mijn, aan mijn beide ouders die best wel jong dood zijn gegaan. Ja, dat kan ook zo gebeuren. Weet je, dus je moet ook Doe dingen die je leuk vindt. Er zijn zoveel mensen die gaan naar hun werk, die wat ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Denk ik, ja, hoe zonde is dat? Want is die, dit is dit je tijd, je vrije tijd. En ja, we slapen, we werken en we hebben nog een stukje vrije tijd. Maar als je werk niet leuk is, ja, dat is dan, deel dan deel slaap je, je waarschijnlijk ook slecht. Ja. En dan kan je ook niet genieten in je vrije tijd. Dus dan is alles, is alles kut. En als ja. we kijken, je hebt waarschijnlijk ook een periode gehad dat je super druk was. Want als we het hebben over open air, Adamtoren, Club Air, allemaal ondernemingen. Heb je wel eens weekend? Had je Altijd dat is je. elke Elk dag. dag. Oh, voor geen minuut als. <laughs> nee, ja, voor mij loopt dat allemaal in elkaar over. Roel, ik heb natuurlijk heel veel vrije tijd, maar ook weer niet. Weet je, dit dit interview had ook op zondag gekund. Ja. Maar liever niet, want dan heb ik waarschijnlijk lig ik li liever in, in mijn bed. Ja. <laughs> maar ik heb natuurlijk uh, ik heb veel vrije tijd. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, ik wil jou enorm bedanken voor je tijd gedaan. en om uh, met ons in gesprek te gaan. Ik vond het super interessant en inspirerend, en ik hoop de mensen thuis ook. En uh, ik hoop nog heel veel van je te zien. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Superleuk ja. gesprek.